Hallo, welkom bij een nieuwe video. Hallo. Ben je met Robbie? Hallo! Oké, people, let's go to work. Oké, welkom bij deze nieuwe video. We hebben weer een lekkere update video. Lekker een vlogje. Een vlogje op deze morgen. Avond. Avond. Ja, maar het ligt er allemaal niet in de mensen kijken. Oh ja. Altijd zo. Je weet nooit wanneer iemand kijkt. En we hebben natuurlijk weer een blaadje, want we hebben dingen opgeschreven. En als je de video hebt gepauzeerd, weet je het allemaal al. Of het was zo snel dat je het niet kon zien. Maar Robin is weer weg. Hij is weer naar het plaatsje toe waar ik vandaan kom. En we hebben weer een aantal dingen beleefd. Negatieve dingen, positieve dingen, minder leuke dingen, heel leuke dingen. En die willen we graag met jullie delen. Ja. Toch? Nou, begin jij maar eens even. Jij hebt het woord. Oké. Wanneer zijn we naar Fantasia? We zijn naar Fantasialand geweest, maar ik weet niet meer wanneer. Wanneer was dat? Dat was eergisteren? Eergisteren? Welke dag was dat? Eergisteren. Op donderdag. Twee dagen terug. Donderdag zijn we naar Fantasialand geweest. Met z'n drieën. Met de auto en dat was een uurtje rijden. En het was super druk, dat wel. Dat niet normaal. Het was niet super druk, het was niet normaal. Het was heel druk. We kwamen binnen in het park, het leek net alsof er net een oorlog was geweest. Of dat er net uit hongersnood een paar blikjes maiskorrels werden uitgedeeld bij de ingang of zo. Het was gewoon niet normaal. Je zag niet eens het park meer. Je zag niet eens de paden waar je op liep. Je zag alleen maar mensen. Nou, valt ook wel weer mee hoor. Nou, het was echt stervensdruk. Nou, het was wel heel druk inderdaad. Drukker. Ja, het kan altijd druk. Maar we waren in China. China gedeelte wat je ingang. En in dat China gedeelte. Ja, ik zeg tegen Robby, kijk in de cameralens. Daar is de lens, Robby, niet daar. Je hoeft niet naar jezelf te kijken. Dat kan je op internet doen. Nee, we gingen in het China-gedeelte gingen we erin. En toen wouden we in de River Quest. Dat is een waterattractie. Toch? Bootjes. Ronde bootjes. En 70 minuten wachttijd. Ja, meteen. Meteen 70 minuten. En dat we waren 11 uur het park in, moet je daarbij zeggen. Dus het was al een uur open. Inderdaad. Ja. En een uur open. Ja, maar dat kon niet anders. Want Robby moest helemaal vanuit Rozenburg komen. En die was 10 uur was die bij mij. Ja, 10 uur was die bij Robby. En toen gingen we even wat drinken. Ik had een boterham voor me gesmeerd. En Robby had broodjes afgebakken en zo. En dat was allemaal goed teamwork. Ja. Wat maakt ons sterk? Teamwork. Broodjes gezond. En toen gingen we dus in dat park. We hadden betaald. We hadden ANWB hadden we korting. Dus dat was heel fijn. Dat bespaarde ons echt €50 zelfs totaal. Maar dat maakt helemaal niet uit, want ik heb gewoon het geld erover sowieso. Ik heb er gewoon geld voor over voor Fantasialand. Want Fantasialand is gewoon 10 keer beter dan de Efteling en alle Nederlandse pretparken bij elkaar. Dat is gewoon zo. Ik snap het. Als je naar Nederland gaat en je wilt een dagje uit, dan is Efteling natuurlijk top. En Walibi is top. En misschien voor sommige mensen Duinrel door Tiki Bad is top. Maar Nederland heeft een niveau en dat niveau dat blijft. Maximum Efteling is denk ik hoogst. Ja. Maar Duitsland komt daar nog net weer keihard boven, vind ik. Met Fantasialand en Europa Park. En Europa Park, zeker weten we. Ik ben er nog niet geweest, nee. Maar Fantasialand was nu de tweede keer voor mij. Ik ben er 5 jaar geleden geweest. Nou, ja, ongelooflijk. We zijn in maar 8 attracties geweest over de hele dag. We hebben bijna 4 uur totaal gewacht, denk ik. Als je alle wachttijden bij elkaar moet rekenen, toch al 3, misschien al wel meer dan 4 uur, denk ik. Nou, het was in ieder geval. We hebben echt heel veel in de rij gestaan. Heel veel. En de eerste attractie was de Chiapas. Chiapas. De Chiapas is de nieuwste waterattractie van Fantasialand. Boomstam. Ja, boomstamattractie, achtbaan idee. Ja. Maar echt ook de stelste van Europa. Dat stond erop. En ja, dat ding gaat gewoon keihard. Het is echt heel tof en echt. Echt een leuk aangekleed ook. Niet normaal. En mooie muziek. Hele fantastisch verslavende muziek. De hele dag in geweldig. En ja, nou, de thematisering. We gingen in
in die 5 jaar dat ik niet in Fantasialand ben geweest, zijn we minstens in 5 nieuwe attracties voor mij geweest, waar ik echt nog nooit heb gezien. En nou, we moesten 3D-brillen op met muisjes schieten, chocolate mousse, tot in een fun walk, zo'n cake walk van de kermis, maar dan in een hotel, Luna Park, ja, tot aan, ja, wat dan nog meer, de Chiapas, nieuwe achtbaan hebben we nog gedaan, binnenin. Maar dat was een oude achtbaan. Ja, die hoe heette die? De Night Temple? Zoiets. Het is een achtbaan. En ongelooflijk. Het was een soort vogelrok AK Revolution Bobbyland idee. 3 keer langer, zeg maar. Niet normaal. Ja. Je werd 3 keer omhoog getakeld in die baan. En die baan bleef maar doorgaan. Maar er zat heel weinig snelheid in die baan. Ik had heel erg... Ja. Je moet een beetje die G-krachten voelen. En dat had ik bij die achtbaan heel weinig. Gewoon, het was van... Oh, je hebt als je een ventilator tegen je smoel aanhoudt, dan heb je hetzelfde effect. Ja. Gewoon een beetje wind die je voelt door je haren. Maar niet echt van... Oh, dat je je maag voelt van, we gaan naar beneden toe. En dat had ik wel bij die mijntreinachtbaan op het einde. Die ging echt keihard. Die ging heel hard. Je denkt van, het is een familieachtbaan. Maar je hebt ook alleen maar zo'n stang voor je. En dat zit super los. En ik zat naast Robin, dus het was al... Ja, Robin was al breed en zij dus was ik moest me echt overal vasthouden, want ik werd overal heen geslingerd. Nou, dat is niet normaal. L3, ook weer 3 toetakelingen. Ja. En bij die tweede ging je op een gegeven moment in het donker. Nou, het ging hard. Oh, ja. En je bleef hard gaan. Echt? Hij bleef die snelheid houden. En... Je hebt bij Drievliet, je hebt bijvoorbeeld van zo'n mijntreinachtbaan en die gaat op een soort elektrische rails. Dus dat betekent dat die dan vaart maakt, terwijl die niet omhoog hoeft getakeld te worden. Dat is heel apart, maar dan gaat hij zeg maar de snelheid al in die bochten doen. En dat heb je ook bij Bobbyland, ook zo'n mijntrein. Maar deze had dat niet, waardoor die eigenlijk keihard ging gewoon. Ja, fantastische achtbaan. Mooie layout ook en alle attracties waren super gethematiseerd. Als je mag praten over professioneel... als je daar naartoe kijkt, naar die attracties, echt, Fantasialand heeft onderhoud, daar word je niet goed van. Prachtig. En we zijn ook in die ronde achtbaan geweest. Daar weet je de naam van? De ronde? Die ronddraaiende achtbaan, binnenin. Oh, de Windjas 4 of zoiets. Windjas 4 of Force. Ja, zoiets, ja. Windjas 4 /... Force, ja, je kon 2 achtbanen kiezen. Ja. En op een gegeven moment omhoog getakeld en dan ging je al zo schuin. En dan liet hij het erop en dan ging de rails of zo. Echt heel apart. Je zat zeg maar, ik zat voor hem met Robin en je werd omhoog getakeld in zo'n lift. En dan stond je dan op en toen werd je naar voren getakeld ook. En dan zag je eigenlijk dat die baan zich aansloot met de andere baan. Dus je zat eigenlijk los. En dat was heel eng. En dan ging keihard naar beneden. En die ging zo hard. Heerlijk, want dat karretje draait. Dus als je zeg maar naar beneden gaat en je gaat nog draaien, dan voel je helemaal dat je helemaal wordt gedrukt. Of juist helemaal van je af wordt gebotst. En vooral bij die ronddraaiing had ik een beetje dat Drievliet kolenmijn idee. Dat je zeg maar, als je de kolenmijn hebt in Drievliet, dat je rondgaat van zo'n achtbaan. Dat je de hoek omgaat, keihard. Dat had ik wel bij die achtbaan een beetje. Als je doorkom ging. Maar dan beter. Nou, we hebben ook wel gefilmd in het park. Heel weinig onrijds, want ik wil eigenlijk gewoon keihard genieten van het park. Maar we hebben wel beelden en er komt nog een video van op het kanaal. Dus houd het gewoon in de gaten. Het komt zeker weten. Ik moet het allemaal monteren. 30 gigabyte moet ik monteren, dus ik ben al even zoet. Ja. En de Black Mamba zijn we ook in geweest. Black Mamba, ja. Terwijl het keihard regende. Ja. Oh, we hebben lang gestaan daar. We hebben heel lang gestaan. Meer dan een uur misschien zeker wel. Want op een gegeven moment stonden we binnen in de wachtrij. En er kwamen gewoon mensen teruglopen. En die liepen weg. Heel helemaal doorweekt. Ja, we waren helemaal nat. Echt en die niet normaal. Stonden buiten. Dus wij hebben binnen staan wachten. En toen mochten we eindelijk doorlopen. Toen was het ook gestopt met regenen. En toen hebben we even staan wachten. En die baan die reed niet ook. Er reed geen karretje. En toen hebben we nog 10 minuten. Het stond helemaal stil. Terwijl toen het keihard regende, dan ging die achtbaan gewoon keihard door. En toen kwamen er geen karretjes meer. Toen maar ging van, nog 1 keer door. Ja, toen zei Robby, ze vroeg zo van, waarom hoor ik nou geen karretjes meer? Ik dacht, ja, misschien zijn we zo ver in de wachtrij dat je ze niet meer hoort. Maar je zou hem gewoon moeten horen op elk punt waar je bent in de wachtrij. Maar ze gingen gewoon niet. Dus ze gingen niet. En we stonden zo, op een gegeven moment konden we zo ver doorlopen dat we gewoon bijna omdat al die mensen waren weggegaan, konden wij lekker doorlopen. Ja, wij stonden gewoon op een gegeven moment, liepen wij zo hard door. En toen hebben we de tweede rit al meteen kunnen doen. Ja, wij liepen zo ver door dat je op een gegeven moment gewoon, er stonden 2 mensen, 3 mensen voor ons. Dus we konden eigenlijk
Gewoon het tweede karretje konden gelijk instappen en gelijk gaan. Ja, echt gegild heb ik hoor. Dat was fantastisch. Wel heftig, ja. Doe hand voor je mond. Nee. Ja, vies peuk. Nee, dat moet lekker spreiden. Ik overal je bakzillen op mijn vloer. En lekker. Dan mag ik weer gaan dweilen. Nou ja, het is al gedweld door mij, ziet. Niet waar. Ja, maar nat hier. Ja, godverdamme. Nee, ik doe niet zo moet je goed doen. Je met je hand voor je muil, vies peuk. Ik doe het voort in de gezicht. Ja, echt hoor. Zie je al die make-up uitlopen? Vies peuk. Nou, het volgende is eigenlijk ook een beetje een minpuntje. Robin was de tweede dag, de dag na Fantasieland zouden we naar een zwembad gaan. En we hadden al helemaal opgezocht Aquana, een zwembad in Duitsland. Ik kan je nu al gaan vertellen, Duitsland is beter in pretparken bouwen dan in zwembaden. Het was echt troep. Op de website stond dat er een tsunamival was, waterval, weet ik veel. Ja. En allerlei stroomversnellingen. En nou, we kwamen daar, het was niet eens een stroomversnelling te noemen. Je moest gewoon keihard zwemmen waar je een beetje water in hebben. Ja. Je kwam tot zo, kijk, tot zo diep in het water, denk ik, als je stond. Ja. Nou, de tsunami was weg. Het was een hele glijbaan defect. Die deed niet meer. Ja, de glijbaan was zeg maar een glijbaan met banden. En dan moest je daar met banden in, werd je omhoog geschoten. Dus dat was eigenlijk ook wel de reden waarom we daarvoor zijn gegaan. Voor die banden. Ja. Glijbaan. En blijkbaar stond er bij de ingang ook al een bordje van de, ja, is defect en zo. Maar ja, wij kunnen geen Duits, dus wij weten dat niet. Nee, dus op een gegeven moment, nou, we hadden het ook niet gezien hoor, want we weten wel, defect is gewoon in Duits ook defect. Maar we hadden een hele dagkaart gekocht voor 10 euro. Ja. En ook nou, dat wisten we niet. 10% korting. 10% korting, omdat die achtbaan defect was. Ja. En toen hebben we eigenlijk 10 euro betaald. Terwijl we eigenlijk een half uurtje hebben gezegd, we gaan weg hier. Ja. Want het is gewoon saai. Het buitenbad was gewoon keikoud ook. En niet leuk, ongezellig. Niemand was er. Je had nog een buitenbad en die was leeg. Helemaal leeg. Kon je gewoon niet in. Ja. En gewoon echt teleurgesteld. Je kon één glijbaan. Daar stond een keiharde rij. Het hele zwembad was vol. Dus waar je ook zwom, je raakte iemand gewoon met je poot tegen zijn lichaam. Je kon niet eens normaal zwemmen. Het was maar één bad ook. En dat Eén was bad. Een golfslagbad. Nou, het ging niet eens hoog, de golven. Het was gewoon allemaal triest. Daar zaten al die mensen in ook. Ja, met al die zwem... Met al die banden. Je kan een banden pakken. En je hebt er continu tegen je gezicht een band. Dus het is echt... Het hele zwembad zit vol met banden, zeg maar. En dan kom jij nog aan. Dat was gewoon triest. Zoek maar op internet. Aquana heet het. Familiezwembad. Nou, het is gewoon triest. En toen hebben we gevraagd aan de mensen die daar werkten van... Ja, willen jullie... kunnen we geld terugkrijgen of 5% terugkrijgen? No, that's not possible en zo. En je moet me hierna bellen naar mijn bedrijfsleider of zo. Nou, we hebben ze een barst maar lekker. We gaan gewoon lekker weg. Nou, en ook het parkeren was ook asociaal. Ik heb echt gevloekt in de auto. Kijk, let op. Dit zijn drie auto's. Nou, en die drie auto's horen gewoon zo te geparkeerd staan. Zo hoor je in een parkeerplaats netjes naast elkaar. Wat bleek dus? Dat mensen dus zo parkeerden dat er zeg maar net geen auto tussen past. Maar als die man echt 2 centimeter naar rechts ging, past er nog wel een auto tussen. En dat hebben we 6 keer gezien. De hele parkeerplaats stond vol. En nou, daar heb ik me echt aan geërgerd. Ik denk van, mensen, waarom doen jullie zo asociaal en parkeren jullie auto's niet netjes naast elkaar? Nee. Ben je bang dat je het spiegeltje raakt met 3 meter afstand? Ja, ik vond het echt vreselijk. Ik snapte het echt niet. Die moffen kunnen gewoon niet parkeren. Ja, is toch zo. Toen daarna zijn we naar, omdat we met Gio bij Mosaqua zijn geweest, in Gulpen, ja. Was een prachtig zwembad. Hebben gewoon gezegd tegen Gio van, of tegen Robin van, we gaan gewoon lekker naar dat zwembad. Ik durf gewoon te wedden dat jij dat ook gaaf vindt en wij vonden het ook heel vet. En voor 10 euro konden we ook weer naar binnen daar. En toen hebben we eigenlijk 1 uur of 3 of 4 hebben ook weer vermaakt in dat zwembad. Dus mocht je in de buurt zijn van Limburg, ga... naar Mosaqua. Dus wel helemaal in het zuiden van Limburg. Dat wel. Ja, helemaal onderin. Maar we echt... Ja, tof zwembad. Gewoon familieglijbaan. De Tarzan glijbaan. Ja. Doe me een beetje denken aan Disneycraft. De Tarzan glijbaan. Dan heb je nog de stroomversnelling met 3 glijbanen erin. Die is echt fantastisch. Dan heb je nog een groot zwembad. Buitenbad met 2 glijbanen. Dan heb je nog een kinderbadje, maar dat is niet voor ons. Dan heb je nog een baantjestrek zwembad. Je hebt nog een sauna.
Je hebt nog iets van een opwarm iets. Je hebt een bubbelbaden. Mm-hmm. Het is gewoon fantastisch. Echt gaaf goed gedaan. Dus ja. Top. Complimenten aan Mons Aqua. Ik weet niet of mensen dit gaan zien van Mons Aqua. Maar als je het ziet, fantastisch. Nou, het laatste wat we willen bespreken in deze lange video is dat we vanavond gaan genieten van een Marvel film. En dat gewoon lekker thuis. Ja. Ik heb hem in de bioscoop gezien, maar Roy heeft hem nog niet gezien. En ik heb hem eigenlijk al maanden niet meer gezien, omdat ik eigenlijk heb gewacht op de Blu-ray release. Maar dat is Captain America 2. Captain America. Captain America. Dat is echt een ongelooflijke goede Marvel film. En wij gaan binnenkort naar Guardians of the Galaxy. Ja. En die is al beoordeeld tot de beste Marvel film die er is tot dit moment. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. Ja. Beter dan Avengers ook? Beter dan Avengers? Dat kan je niet overtreffen, denk ik. Dus... Ik denk dat is een leugen. Avengers is een losse film, denk ik. Maar het is wel van Marvel. Ja, maar episch. Gewoon de beste Marvel film van dit jaar. Ja, maar er komen heel weinig Marvels dit jaar. Ja. Nou ja, we gaan het gewoon zelf oordelen of het de beste is. Op IMDb en op internet zijn de stemmen al keihog. Guardians of the Galaxy. Heb jij die film gezien? Plaats een comment onder en zonder spoilers, AUB. Want het is niet leuk voor ons en niet voor anderen. Zeg alleen wat jij van die film vond, als je hem hebt gezien, of je hem nog gaat zien. Of geef een cijfer, van 1 tot met 10. En, nog een vraag, wat vind jij dan de beste Marvel film? Ja, dat lijkt me leuk om te weten. Je hebt genoeg, je hebt natuurlijk Thor, je hebt Iron Man, tot 1, 2, 3. Je hebt de Hulk, Captain America. Avengers, je hebt, Blade. X-Men. Blade. X-Men is niet van... Oh, dat is ook van Marvel natuurlijk. Ja, Wolverine dan ook. X-Men. Je hebt Fantastic Four. Is ook van Fantastic Marvel. Four ook Marvel. Blade, heb ik al gezegd. Blade. The Punisher bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook van Marvel. Kennen we niet, maar ik ken hem wel. Spider-Man. Ja. Is op zich wel een Avenger, ja. Eigenlijk Spider-Man hoorde eigenlijk bij de Avengers inderdaad. Is eigenlijk van Marvel, maar Disney heeft de rechten. Helaas, Disney heeft rechten. Geef je recht aan Marvel. Nee, en laat het weten welke Marvel film jij het best vond. En zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van Even Babbelen met Roy en Vincent. Toch? Lekker babbelen. Lekker babbelen. Nu heeft het een naam. Ja. Doeg. Doei.